Batenburg heeft een nieuw festival, Batenburg Barok. Bekend violiste Judith Steenbrink kwam 1,5 jaar geleden in het stadje wonen en is de drijvende kracht achter dit nieuwe evenement. Het idee van het festival is eigenlijk niet van mezelf. Het was een buurman, Frank Zuiderhout, die zei, we zaten op het pleintje en een beetje wijntje te drinken. En hij zei, nou Judith, wanneer ga je nou iets beginnen? En niet ga je iets beginnen, maar wanneer? En dat bleef mij heel erg hangen. Toen dacht ik, oké, inderdaad, ik speel heel veel concerten in Nederland, in het buitenland. Maar hier, waar ik woon en wat een prachtige omgeving is en waar niet zoveel muziek klinkt, ja, hier moet ik inderdaad iets beginnen. Op het festival wordt ook een prijs uitgereikt, de Zuiderhout Award. Zuiderhout Award is een eerbetoon aan Frank. Maar het is ook omdat we het heel belangrijk vinden om jonge muzici te ondersteunen. Ik ben begonnen met viool spelen toen ik 4 jaar oud was. En dat kwam eigenlijk een beetje omdat ik heel graag wilde kunnen wat mijn broer ook kon. En die is 1 jaar ouder en die speelde dus ook viool en dat wilde ik ook. Barokmuziek is zo mooi en bijzonder omdat het de basis is van eigenlijk heel veel muziek die we nu kennen in de westerse wereld, westerse muziek. En klassieke muziek, heel vaak denken mensen, dat is saai of dat vind ik niet mooi. Maar eigenlijk zit klassieke muziek overal, in veel muziek, maar ook in heel veel popmuziek tegenwoordig, zit gewoon klassieke muziek. Dus als mensen zeggen, ik hou helemaal niet van klassieke muziek, dat geloof ik meestal niet.